Dames en heren, jongens en meisjes, welkom terug bij deze nieuwe video van F1 22 My Team Career Mode. Mijn naam is Gian-Ant Schaven en vandaag gaan we verder voor aflevering nummer 37 hier in Canada. Laten we hopen dat we weer naar de punten kunnen gaan rijden. Spoiler alert, we werden tiende in Spanje. Goed gedaan. Maar heb je dus die vorige race gemist? Zal ik die eerst even terugkijken? Voor als je deze dus gaat zien, dat kan rechtsboven het i'tje. Klik erop. En jij die video bescheiden, maar het allerbelangrijkste is gewoon, ben je nog niet geabonneerd op mijn gamekanaal, gewoon even doen. Abonneer vooral voor meer wekelijkse F1 22 My Team Career content. Elke zaterdag en zondag om 1 uur een video. We hebben het doel behaald. 155 abonnees hebben wij dus binnengetikt. Dankjewel daarvoor. Yes! 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 Iedereen wil ik natuurlijk even bedanken. Wat ik heb gezegd. Stoer. Laten pushen naar die 160 abonnees. Het zou heel vet zijn als we dat kunnen gaan halen. Dus ben je nog niet geabonneerd op mijn gamekanaal? Vooral doen. Vooral doen. Vooral doen. En schakel ook gelijk dat belletje aan. Zodat je geen enkele race meer van mij mist. Maar goed. Canada. Een snel circuit. Daar zijn wij meestal goed op. Als de auto ja natuurlijk ook goed is. Goed verhaal. Er zijn wel wat updates aangekomen. Twee majors van de powertrain. Die komen, denk ik, deze race of volgende race op de auto. Ja, we werden dus tiende. Een punt erbij. Goed gedaan. Wordt gevraagd naar een rivaliteit tussen Lewis Hamilton en George Russell. Nou, ik ga die denk ik sowieso beide niet doen. Die zijn daar veel te snel voor. En dan spoelen wij de tijd mooi eventjes door. En sommige onderdelen zijn al op de auto gezet voor het raceweekend. Ja, heel veel onderdelen zijn al doorgekomen. Goed gedaan. En weer het wekelijkse inkomen. Dat betekent in totaal ongeveer 11 miljoen op de bank, als ik dat goed zeg. We hebben ook heel veel research punten, dus daar kunnen we updates van kopen. Zoals deze namelijk. Die hebben wij besteld. En dan is het gewoon tijd voor de kwalificatie voor aflevering nummer 37 van F1 22 My Team Career Mode. Daar gaan we dan. Dan zijn we aanbeland bij Q1 hier in Canada. Nemen helaas daar die laatste bocht wat minder goed. De exit is daardoor een beetje verprutst. En moeten een rondetijd gaan neerzetten die goed genoeg is om door te kunnen komen naar het tweede kwalificatiedeel. En ja, dan is het gewoon afwachten wat dit rondje ons gaat opbrengen. We komen aan bij het einde van mijn eerste run in Q1. Daar weer iets te veel snelheid meegenomen, voorvleugel helaas beschadigd. En dan laten wij een 1.10.9 noteren. Toch nog de snelste tijd in Q1. Het is inmiddels een P8 geworden. En ik ga er nog maar een keer voor de zekerheid eruit. Want je weet maar nooit wat de rest gaat doen met nog ongeveer 2 minuten en 20 seconden op de klok. Namen die bochten heel erg mooi. En wij laten paars in sector 1 noteren, groen in de tweede sector. DRS geopend. En dan noteren wij de snelste tijd met een 1.10.2. Goed gedaan. Dan zijn we aanbeland bij Q2. Het einde van Q2 ongeveer. En ik heb het maar... Tenminste, ik ga proberen om op één run te doen op deze band. Mis ik helaas daar wel een klein beetje de apex, word ik een beetje afgeleid door Magnussen. Die de pitstraat uit komt rijden. Deze jongens die hier gaan allemaal, hebben allemaal een outlap. En ik heb besloten om mijn ronde niet af te maken. Maar om de ronde af te breken en zometeen voor de allerlaatste keer en nog een keer voor gaan zitten. Helaas is deze band dan 2 rondes oud. En ik laat iedereen voorbij.
En als laatste is daar denk ik Verstappen. Nee, dat was Perez, excusez. Iedereen is nu mij gepasseerd en nu kunnen wij zometeen voor de laatste keer aan gaan zetten in de hoop dat we door zijn naar het derde kwalificatiedeel. 30 seconden nog op de klok. De druk staat er volop voor ons. En wij noteren een 1.48.4. Natuurlijk niet goed genoeg. Maar je zult zien dat wij zometeen een stap gaan maken in de laatste sector. Kijk maar. Heel veel secondes onder onze eigen tijd. Nemen die laatste bocht heel erg mooi. De vlag hangt uit hier in Q2. En we zijn door. Een zesde plek in het tweede kwalificatiedeel. Dan zijn we aanbeland bij het laatste kwalificatiedeel. Ook hier weer hetzelfde verhaal. Met nog ongeveer een minuut op de klok. Zijn we op de baan voor onze laatste run zometeen. Ik heb iedereen voorbij gelaten. En ik wil ruimte creëren ten opzichte van Perez of Verstappen die voor mij rijdt. Banden nog even goed opwarmen. En dan gaan we aanzetten voor onze laatste run. Onze enige run in Q3. Een gevecht voor de pole positie misschien. Wie weet. Wel een klein beetje het gras aangeraakt richting de eerste bocht. Is geen probleem. Mag allemaal. Zolang je maar niet blokkeert. Want dan heb je echt een probleem. De vlag hangt uit hier in Q3. Carlos Sainz naar de pole positie met een 1.87 volgens mij. Pakken daar helaas een bochtafsnijding waarschuwing. Waar komen wij te staan? Een derde plek. Starten op P3. En maar 77.000ste van Sainz af. Dus de pole position had er misschien ingezeten. Maar goed, Sainz op pole position. Daarachter 30.000ste Leclerc. En daarachter onszelf op P3 op 77.000ste. Goed gedaan. Super, Hamilton stelt teleur P9. Maar dat geeft helemaal niks. Want daar is onze focus niet op. Nu moeten we gaan proberen om misschien die positie vast te houden. Op naar de race voor aflevering nummer 37 van F1 22 My Team Career Mode. Daar gaan we dan. It's time once again then to go racing here in Montreal, the second largest French-speaking city in the world and home since 1978 to the Canadian Grand Prix. With top speeds of around 210 miles per hour heading into the overtaking opportunity of turn 13, the 2.7 miles of the Circuit Gilles Villeneuve are some of the quickest on the Formula One calendar. There are 14 corners in total, with 60% of the lap taken at full throttle, and average speeds clock in at about 130 miles per hour. It's time to take a look at our starting grid for today's race. An immense lap from Carlos Sainz yesterday puts him in pole position, and it's Charles Leclerc in P2. Moving on to the rest of the grid, we have the Professor, Verstappen, Lando Norris, and Russell, Perez, Fernando Alonso, Hamilton, and Pierre Gasly, Latifi, Mick Schumacher, Alex Albon, and Tictum, Joe, Magnussen, Esteban Ocon, and Lance Stroll, Teo Pourchaire, Richard Vasseur, Tsunoda, and Robert Schwartzman. That's it then, it's time to go racing as we head down trackside for today's race. It's race day yet again, and joining me for a chat is Natalie Pinkham. Now, our racers are certainly in for a rough day today. What will you be watching for as they go down into turn one? Well, the start of the race is always one of the most nerve-wracking parts. You have to hope that everyone is able to get a clean start. And this is possibly the trickiest part of the entire race. So many drivers in such a small space. And finding your braking point into turn one as well is testament to the driver's skill that there aren't more incidents. After the points finished last race, let's aim to keep that momentum going. Het momentum moeten wij dus meenemen in deze grote prijs, zegt Prijsje. Dus dat gaan we ook gewoon doen. Zaten dus op een derde plek, ja, op de grid. Hebben het heel goed gedaan. Misschien kunnen we naar een podium toe rijden. Het gaat wel regenen in de race, dus daar moeten wij ook voor oppassen. Maar eerst de eerste bocht.
belangrijker, hoe goed komen wij weg? De start is veel belangrijker. Komen wij goed weg, komen wij slecht weg? Dat is allemaal even kijken. Jazeker, tegen het einde kan er een buitje ontstaan. Maar eerst dus, ja, de start zien te overleven. De Formation Lab wordt gewoon gestart, de Formation Lab. En die begint al best wel snel. Waarom? We staan als een derde plek op de startgrid. We staan als P3 op de startgrid en daar ben ik niet gewend. Dus ik moest daar eventjes aan wennen natuurlijk. En dan zometeen opmaken voor de race. En dan zijn we aanbeland bij de startgrids op P3. Achter de beide Ferraris. Onze beste kwalificatie tot nu toe in My Team Career Mode. En maar een paar duizendste van onze eerste pole af. Dus het had mooier kunnen gaan worden. Misschien tijdens de race dat het beter wordt. Gaan we gewoon beginnen voor aflevering nummer 37 van F1 22 My Team Career Mode. Aflevering nummer 37. Nu zeg ik het wel goed. Gaat beginnen. Wij starten dus op de derde positie achter de beide Ferraris. De lampen gaan aan voor de Grote Prijs van Canada. En de lampen zijn uit en we zijn onderweg. En we komen heel slecht weg. Flink wat wielspin en twee posities al verloren aan Norris en Verstappen. Wij pakken Norris daar terug en die blokkeert zijn linker voorband. En dat is P4. Sainz en Leclerc knokken samen om P1. En wij zitten daar aan de binnenkant zometeen van Verstappen. Hij ziet dat. En dat is P3. Orde weer hersteld. Sainz heeft het lastig. Dat zien wij. En wij vallen daar de Spanjaard aan de binnenkant. Dat is gelukt. En dat is P2. Een positie gewonnen. Na een aantal bochten. Jazeker. Maar Leclerc rijdt al gelijk van ons weg. Het gat is 16e. En dan zitten we in ronde nummer 2. Zometeen ronde nummer 3. En wij pakken dat snelste raceronde af met een 1.12.7. DRS beschikbaar gesteld. Maar zit er nog steeds klem achter Charles Leclerc. Dat gebeurt al 3 rondes lang. Daardoor kan Sainz naar ons toe rijden. Dus wij moeten Leclerc zo snel mogelijk zien te passeren. Daar wel een klein beetje de muur geraakt. En dan zitten we einde ronde nummer 3. Pakken een hele goede laatste bocht. Hebben DRS maar weinig ERS over. En Leclerc gaat ronde nummer 4 in. En wij wouden het proberen, maar zitten net te ver weg. Dus moeten we het zometeen, als wij genoeg ERS over hebben, als dat lukt, opnieuw gaan proberen en kijken of wij dit keer wel voorbij kunnen. Einde ronde nummer 4, weer zo'n hele goede exit proberen te hebben uit de bocht. Laatste beetje overtake aanzetten. En hier proberen. Lukt niet. We tikken de achterkant van Leclerc aan. Gaan daar een klein beetje wijd. Sainz ziet dat, maar kan er niet van profiteren. Nog steeds klem achter Charles Leclerc. 5 rondes lang. En ik merk dat wij veel betere pace hebben op de racedag zelf. Dus wij moeten Leclerc voorbij zien te gaan. We hebben weer DRS en overtakeknop aanstaan, maar kunnen er niet voorbij. Ronde nummer 6, dan een ronde later. Proberen aan de binnenkant. Dat lukt. We zetten hem ernaast, maar Leclerc geeft niet op. En die pakt de positie terug. Jammer, nog steeds een tweede plek voor ons. We hebben hier een hele goede exit. Maar dan is die Ferrari beter in de acceleratie. Hier kunnen wij helaas helemaal niks. En dan zitten we in ronde nummer 9 van de race. Als we daar Leclerc aanvallen aan de binnenkant, komen van ver schieten. Een beetje door. Leclerc kan terugkomen, maar kan die bocht niet afmaken. Want wij duwen hem daarbij. En dat is de leiding in de Grote Prijs. Voor de eerste keer leiden wij een wedstrijd in My Team Career Mode. Maar daar zit Leclerc te kijken voor de leiding. Lukt niet. Wij duwen hem daar mooi wijd. Ik ben een beetje in de war, want die Ferraris die knokken steeds samen om positie en dat wisselt gewoon af. Sainz en Leclerc, Leclerc en Sainz. In ronde nummer 12 zitten wij als het wat bewolker begint te worden in Canada. Daar zit Sainz te kijken naar de buitenkant, is er voorbij. Maar wij proberen
heel laat remmen, dat lukt ook mooi. En duwen Sainz daar wijd. En dan zitten we in ronde nummer 13 van de race. Gat naar Sainz is 1,1 seconde. En dan zitten we in ronde nummer 15 van de race. Daar zit Sainz dan te kijken. Proberen. Lukt niet. Wordt geblokkeerd. Wordt volledig geblokkeerd in die laatste bocht. Moet het hier dan gaan proberen op start-finish. Als dat lukt voor hem. Pitwindow is open. Sainz kan er niet voorbij. 33,1 seconde is de achterstand naar Richard Verschoor. En dan zitten we in ronde nummer 17. Sainz zit achter ons, maar valt niet aan. Hij gaat ook mee naar binnen. Voor zijn laatste pitstop van de dag. We gaan naar de harde band. En dan is het wachten op de regen. En misschien dan zelfs naar de intermediates. Deze pitstop moet wel goed gaan. Is wat aan de langzame kant, maar komen wel mooi voor Sainz weer het circuit op. En Verstappen en Leclerc hadden een undercut geprobeerd. Dat is mislukt. Dat is mislukt. En Sainz komt ook voor Verstappen de baan op. Verschoor is naar binnen voor zijn laatste pitstop van de dag. Duikt ook denk ik naar de harde band in ronde nummer 18 van de race. We zitten op de helft, maar het begint al bewolkter te worden. En in ronde nummer 22 is de zon helemaal weg. Het zonnetje is verdwenen in Canada. De bewolking heeft het overgenomen. En Sainz zit nog steeds te kijken voor een aanval in de leiding in de wedstrijd. 16e is het gat. Zit er denk ik net te ver weg. Redt het helaas niet. En dan gaan we ronde nummer 23 alweer in. Nog 12 rondes te gaan. Sainz probeert het aan de buitenkant. Daar is net niet genoeg ruimte. En toch houden wij mooi de leiding. Tot nu toe verloopt het extreem goed voor ons. Kunnen zowel onze eerste podium als onze eerste overwinning gaan binnenslepen. Het begint hier te regenen in Canada. De racedirector heeft DRS niet beschikbaar gesteld. Dat is een voordeel voor ons. Daardoor kunnen wij wegrijden van Verstappen en Sainz en Leclerc en Norris en noem maar op. Maar de vraag is, hoe erg gaat het regenen? Wordt het nu al tijd voor Intus of kunnen wij de wedstrijd uitrijden op de slicks? Op de droogweerbanden. Verstappen rijdt 15e achter ons. En dan wordt het helaas tijd voor intermediates. De baan is gewoon compleet nat door de regen. En dat betekent dat wij de race gaan finishen op intermediate banden. Verstappen mee naar binnen. Sainz mee naar binnen. Leclerc rijdt door op zijn harde banden. Hetzelfde geldt voor Perez en Lewis Hamilton. Prima pitstop, 2,3 seconden. En moeten nu naar Perez en Hamilton zien toen te rijden. Ja, dat lukt gewoon wel. Want ja, die rijden op slicks op het natte wegdek. Dat gaat eenmaal lastig. En pakken daar weer een waarschuwing voor de pitlijn crosseren. Dat mag eigenlijk niet. En Mick Schumacher is uitgevallen. Mick Schumacher uitgevallen in de race. En de safety car is op de baan. Leclerc is naar binnen. Charles Leclerc is naar binnen voor de pitstop. Nou komen wij wel mooi voor de Monegasque weer de baan op. Maar ik was even bang dat het niet zo was. Want ik dacht dat hij al langer naar binnen was gedoken. Maar dat bleek dus niet het geval. Wij komen dus aan de leiding. Met nog 6 rondes te gaan in de race. Achter de safety car. Daar is de safety car dus. We mogen hem niet passeren. Herhaling wat er is gebeurd met Mick Schumacher in ronde nummer 28. Ik denk een motorisch probleem. Jazeker, want ik zie een ploffende Ferrari motor. Een DNF voor Mick Schumacher die hier niet verder kan. Alweer is Gunther Steiner niet tevreden, want in Spanje
viel hij ook uit. Of Magnussen. Sorry, dat was geen Magnussen. Dat was Dan Ticktum die uitviel. Safety car dus naar binnen in ronde nummer 30. Nog 5 rondes te gaan. En wij mogen het tempo gaan bepalen in deze resterende rondes van de race. We rijden aan de leiding. Hebben sowieso dat snelste race ronde punt in handen. Want niemand kan ons dat nog afpakken. Want niemand gaat ook sneller rijden. Dus mochten wij hier winnen, dan pakken wij voor het eerst de volledige score voor onszelf. In een race overwinning. In een race. Dit zou ook voor het eerst gaan betekenen dat wij een wedstrijd gaan winnen. Dat wij voor het eerst op het podium belanden in Mighty Career Mode na 3 seizoenen. Het heeft wel even geduurd en we gaan weer los hier in Canada. Print niet zo lekker, schoten daar wat door, want we hebben het gras geraakt. En daar kan Verstappen misschien van profiteren? Nee. Verstappen profiteert daar niet van. Russell naar P4, Norris op P5 in ronde nummer 31 van de race. Nog 4 rondes te gaan. En moeten het hier rustig aan gaan doen. In ronde nummer 32 zitten wij. Als daar Sainz naar ons is toegereden. Die valt daar aan de binnenkant aan. Sainz, een poging voor de leiding. En misschien wel de race-overwinning is er voorbij. Maar wij geven niet op. Tikken de Spanjaard daar op de rechter achterband aan. En dat is P1. Norris naar P2. Kan misschien ook nog gaan vechten voor de overwinning voor McLaren. Hij is ook snel. Verstappen zakt terug. Het gat is 1,4 seconden naar ons. Russell op 1,7. Tot nu toe verloopt het allemaal goed voor ons. Hierna nog 1 ronde te gaan. Dus in ronde nummer 34 bedoel ik. Want ik tel deze ronde niet mee. Want ja, we zitten al over de helft van de ronde. Norris, het gat is 17e. Kan zometeen op dat rechterstuk misschien ons gaan passeren. Maar wij hebben voldoende ERS bespaard in deze regenrace. Terwijl het geel is. En wat zeg ik? Norris, die valt uit. Lando Norris gaat hier geen podium pakken voor McLaren in Canada. Ik denk dat de Mercedes motor ermee ophoudt. Aan boord bij de Brit. Wat er toen net is gebeurd. Ja, hij wil opschakelen, lukt niet. Ik denk dat dit dan een versnellingsbak probleem is. Ik zie geen rook. Ik zie wel rook, sorry. Motorisch probleem voor Lando Norris in de Grote Prijs van Canada. En dan zitten we in ronde nummer 34. Hier nog steeds geel. Sainz kan hier niet aanvallen. Mag hier ook niet aanvallen. Maar nu weer wel, want het is groene vlag. En je ziet al gelijk, Sainz rijdt naar ons toe. Hier dan aan de buitenkant probeert hij het. Lukt niet, want wij laten de auto staan. Daardoor kan Sainz niet insturen. En dan gaan wij de laatste raceronde alweer in. Het gat naar Sainz is 1,1 seconde. Verstappen en Alonso knokken samen om het podium. Russell naar P3. Verstappen zakt terug tot P4. Alonso P5. Sainz op P2. Verstappen terug op het podium. Maar Sainz kan het niet meer goed maken. Carlos Sainz komt tekort in de Grote Prijs van Canada. Dat betekent dat wij voor de allereerste keer hier een race gaan winnen. Pakken ook onze allereerste podium. It's fantastic! You just won the Grand Prix! Goed gedaan. De engineer is super blij. Ongelooflijk resultaat. Is het op naar de volgende race. A truly magnificent drive then. And a great performance from the entire team. To secure victory here in Canada. Napoli Pinkham, how do you think they were able to set themselves apart today? I think that smart tyre management on track and very smooth driving definitely assisted in their victory today. That combination meant they got the absolute maximum out of their tyres at all times. A show-stopping performance from the three drivers approaching the podium right now. It's been an interesting Grand Prix, that's for sure.
Maar hier dan dus de uitslag van de wedstrijd. Wij pakken onze allereerste overwinning in Mighty Remote. Pakken ook onze allereerste podium in Mighty Remote. En met als snelste race rond de punt de volledige score voor onszelf gepakt in de grote prijs van Canada. Sainz verslagen. Verstappen op het podium. Russell 4, Alonso 5, Leclerc 6, Hamilton 7, Perez 8 en Gasly 9. En Latifi naar de punten. Verschoren P20 en 2 uitvallers. Schumacher en Norris. Wij klimmen naar P5 in het coureursklassement. 25 punten verschil naar de leider. En P4 in het constructeurskampioenschap. Jazeker. Sainz neemt de leiding over van Leclerc. Maar goed, een prima raceweekend voor ons. Het team McLaren level 22 dus mezelf. Het team level 16 mijzelf. En level 12 Richard Verschoor. Doen we goed. Van beide sponsoren, alle drie de sponsoren, de doelen behaald. Helaas heb ik geen inkomen behaald vanwege de schade die ik heb gereden. Plus 10k erbij dankzij Verschoor. In totaal 11,02 miljoen op de bank. Maar goed, die schade, dat boeit mij niet. We gaan deze overwinning gewoon vieren met het team. Wat een fantastisch resultaat. Voor het eerst winnen wij een wedstrijd in F1 22 Mighty Remote. Het heeft heel lang moeten duren. 3 seizoenen lang. Maar uiteindelijk proeven wij de smaak van succes. Nu hopen we dat we deze lijn kunnen voortzetten. Want ik denk niet dat de volgende race voor ons geschikt is. Maar we moeten in seizoen 4... als ik dat goed zeg, echt meedoen voor de wereldtitel. Maar goed, ik ga deze video afronden, mensen. Ik hoop dat jij genoten hebt van deze grote prijs. Heb je genoten, beloond dan zeker met een like. Heb je niet genoten, dislike de video dan. En vertel me waarom je het leuk vond. Ben je trouwens nu op mijn gamekanaal. Abonneer dan voor meer wekelijks F1 22 Mighty Remote content. We gaan lekker met abonnees. 155 subs al binnengetikt. Later boosten naar 160 abonnees. Ben je nog niet geabonneerd op mijn gamekanaal? Gewoon even doen. En volg me even op de sociale media. @Jinan op Instagram, Twitter en Facebook. Mijn gebruikersnaam staat in de beschrijving. Dit was Jinan, mensen. Tot volgende keer bij een nieuwe video op mijn kanaal. Ik ga verder met meer Formule 1 content. Tot de volgende keer. Oh shit. Here we go again. Proper investigation, G. Don't worry, you know that. I will fix it, trust me.